Nou, in ieder geval de aansluiting met de nummer 1 en 2 die is, ja, die is echt weg. Want het is 23 of bijna een half uur. Ja, dat kun je niet meer in één dag goed maken. Of hun moeten iets fout hebben of lek rijden. Of er kan natuurlijk altijd nog iets gebeuren. Maar twee die pech hebben, dan zal ik wel heel veel geluk hebben. Dus het, het moment is aangebroken om Kamaz te gaan feliciteren. Nou, dat is nog te vroeg. Maar ja, ze hebben gewoon vandaag goed gereden. Ze hebben niet lek gereden, ze hebben niet verkeerd gereden. En wij ja, twee lek, dus daar verliezen we denk ik 16, 17 minuten mee. En dan het tweede gedeelte, daar ja, kom ik achter, die start net voor mij lopen. En ja, daar heb ik 180 kilometer achter gereden. En dan 10 kilometer voor de finish, dan laat hij me voorbij. En dan, ja, ik heb je niet gehoord, zegt hij. Ja, een lul antwoord, maar jammer. Dus dan verlies je nog een keer 10 minuten. Is het met je rib? Ja, ik ben wel blij dat August op de verbinding er stond met een goede spuitje. Dus ja, een beetje paardenmiddel erin gegooid en ja, de tweede ronde ging goed. Maar ja, daar heb ik de eerste tijd ook wel mee, mee zitten klooien, mee sukkelen. Maar ja, dat hoort erbij.